De Anton de Kom Universiteit van Suriname moet bijdragen aan de bevrijding van het Surinaamse volk, ook op wetenschappelijk gebied. Dit zegt historicus Orfeo Donk in verband met de 124ste geboortedag van de verzetstrijder Anton de Kom, vandaag 22 februari. Donk geeft aan dat Anton de Kom geen wetenschapper is geweest, maar een goed voorbeeld was van hoe men zich moet verzetten tegen onderdrukking en vechten voor bevrijding en bewustwording van nationalisme. Dus ik denk dat dat de bijdrage moet zijn van de universiteit. En dat ze daarom dus in die tijd de universiteit hebben vernoemd naar Anton de Kom. Ja, bijna elke Surinamer kent een belangrijk boek dat Anton de Kom heeft geschreven, Wij slaven van Suriname. Wat betekent dit boek of dit nalatenschap van Anton de Kom voor ons als Surinaamse gemeenschap? Dat boek heeft twee belangrijke betekenissen, Wij slaven van Suriname. Ten eerste, we moeten het plaatsen in de tijd waarin het geschreven is, 1933-34. Het was de tijd van kolonialisme en hij is dan de eerste geweest, het is het eerste boek. Dat gaat over de Surinaamse geschiedenis, geschreven vanuit een anticoloniaal perspectief. Hij is de eerste geweest die het gedurf heeft om het Nederlands koloniaal beleid te bekritiseren. Het tweede is dat dus zijn gedachtegang vele andere schrijvers heeft geïnspireerd om te schrijven vanuit een anticoloniaal perspectief. Jammer dat Anton de Kom of dat boek niet zo bekend is in de regio. Gewoon vanwege het feit dat het niet in het Engels is geschreven. Maar voor mij begreep ik zo net of vandaag nog dus dat er een Engelse versie komt. Dus ik hoop dat met die Engelse versie het boek gaat staan naast dat van Eric Williams. Donk zegt dat Anton de Kom een goed voorbeeld is voor jongeren. Hij heeft zich niet alleen in Suriname ingezet tegen onderdrukking, maar ook in Nederland, waar hij heeft gevochten tegen de Duitse onderdrukking. Dus hij heeft de mensen gesteund die hem hier uit zijn vaderland hebben gezet. En dan als hij in Nederland aankomt, dan verzet hij zich ook daar tegen de Duitse onderdrukking. Dus het ging bij hem niet alleen om dus dat hij in Suriname opkwam tegen die Nederlandse onderdrukking. Maar hij was tegen onderdrukking over het algemeen. Tweede is het nationalistisch gevoel. Dat hij duidelijk aangeeft dus dat Surinamers zich bewust moeten zijn van waar ze komen en wie ze zijn. Om zo dan het nationalistisch gevoel te kunnen ontwikkelen. Want hij zegt dan, dat is een heel bekende passage in dat boek van hem. Dat als een volk een minderwaardigheidsgevoel heeft, dat ze nooit tot volle wasdom gaan komen. Dus dat zijn lessen die de studenten hier op de universiteit kunnen leren. En dan maakt het niet uit welke richting je bent. Toch? Dus dat je de kennis die jij hebt opgedaan hier op de universiteit, dat je dat gebruikt om te werken aan de vooruitgang, de ontwikkeling en de bevrijding van Suriname. De Anton de Kom Universiteit heeft dit jaar geen activiteit georganiseerd in verband met de Kom's geboortedag. Donk zegt dat in het vervolg deze dag niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Anton de Kom vertrok als jongeman uit Suriname om na een paar jaren terug te keren. Echter werd hij niet lang na zijn terugkomst verbannen omdat hij een dreiging vormde voor de koloniale overheid, aangezien hij opkwam voor de werknemers. Op 24 april 1945 overleed de Kom in een Duits concentratiekamp. Vandaag kwam in Nederland ook het boek Anansi Tories uit met Anansi verhalen die de Kom zelf aan zijn kinderen vertelde. De verhalen zijn voor het eerst in boekvorm uitgegeven. Wij brengen u een deel van het eerste verhaal verteld door bekende Nederlanders. Jaren geleden, toen ik nog een kleine jongen was in Suriname, mijn vaderland. Mijn hart popelde dagenlang van plezier. Je weet wel, het gevoel dat je hebt wanneer je met vakantie met vader en moeder mee op reis mag. Het klopte mij van binnen, van vreugde, sneller dan het getik van de schoorsteenklok. Grootmoeder komt.
Ze zou bij ons thuis komen. En natuurlijk zouden we haar om Anansitoris, verhaaltjes van de spin, vragen. Broers, zusters, neefjes en nichtjes hadden het nieuws reeds gehoord. En dat sprak vanzelf, want we hadden het er de hele dag reeds over en weer over gehad. Ja hoor, grootmoeder, die kon je zoveel vertelsels verhalen. Je weet wel van die echte. Je vergeet ze nooit meer, je hele leven niet. Ook het boek Wij Slaven van Suriname is de vorige week in het Engels verschenen.